aflevering van Mooi, Mooier, Mooist. Het modeprogramma van Wiegie TV. Mijn naam is Barbara Willems. Mijn naam is Bert van Bennekom en wij presenteren samen dit programma. Wat krijgt u zoal te zien in dit programma? We hebben een kandidaat uitgekozen die we nog mooier gaan maken dan het al is. Dus van mooi naar mooier tot mooist. Vandaar de naam van dit programma. Wij krijgen de medewerking van een aantal gerenommeerde winkels in Wiegen. Zij stellen hun diensten of producten beschikbaar. Dus het wordt een dag waarbij onze kandidaat verwend gaat worden. We gaan eerst naar Oi Oi om de haren eens goed onder handen te nemen. Ook zal daar gewerkt worden aan de make-up. Vervolgens gaan we nieuwe kleren uitzoeken bij Via Via op de Castella. Nieuwe kleren zitten niet lekker en niet mooi zonder goed zittende lingerie. Daarom brengen we ook een bezoekje aan Christiane Lingerie. Bij nieuwe kleren horen natuurlijk ook nieuwe schoenen. De mooiste schoenenzaak van Wiegen is natuurlijk Sengers Schoenmode aan het Houtslagersbaan. Maar dat is nog niet alles. We brengen ook een bezoekje aan Officiën Nieuwhuis, want onze kandidaat van vandaag heeft een leesbril. Dus daar gaan we op zoek naar een mooi nieuwe monteur. Om dit allemaal mooi af te maken gaan we naar Jewels & Trends en op zoek naar een mooi sieraad voor onze kandidaat. Wie is onze gast van vandaag? Onze gast en kandidaat is Kobi van Loon. Kobi is 31 jaar, heeft een vriend genaamd Jeroen en samen hebben ze 4 kinderen en wonen ze in Wiegen. Vandaag gaan we met haar op pad om haar beter te leren kennen. Voordat we gaan starten, hebben we Henk van Kooten bereid gevonden om mee te werken aan een mooie fotoshooting voor onze kandidaat. Henk gaat foto's maken van Kobi zoals ze nu is. Maar niet alleen zoals ze nu is, ook aan het einde van deze dag gaan we terug naar Henk om het eindresultaat te kunnen bewonderen en vast te leggen op de gevoelige plaat. Nou, Henk kennende worden dat topfoto's. Barbara, zullen we gaan? Ja. Nou, voordat we zo gaan stoppen, gaan we eerst een foto maken van hoe mooi je er nu uitziet. Zoals je weet, Kobi maakt Henk van Kooten bijzonder mooie foto's. Dus op het einde van de dag komen we hier nog even terug om te laten zien hoe je er op je allermooist uitziet. Oké, ik ben benieuwd. Hoi, hoi. Hi, ik ben Kobi. Ik ben Christina. Welkom in onze fotostudio. Dag Christina. Hi Bert. Hoi. Welkom. Zullen we lekker aan de tafel gaan zitten met elkaar? Ja. Hey Kobi, hartstikke leuk dat je hier bent. Wat we zo meteen gaan doen is dat we eerst een fotosessie van je gaan maken om te laten zien hoe je er nu uitziet. Dus vanmiddag een ontzettend leuk programma waarbij er allerlei make-over onderdelen gaan plaatsvinden. Dus we gaan zo de studio in. Dan maken we een foto van je hoofd en een foto van je ten voeten uit. En dan kunnen we dat mooi vergelijken aan het einde van de dag. Hoe mooi je er dan uit gaat zien. Oké, leuk. Dus je mag even alvast naar de studio lopen. Ja. Je kunt je jas even ophangen daar. Ja. En dan komen we er zo aan. Oké. Christina, leuk. Jij bent de styliste van het programma Mooi, Mooier, Mooist. Je hebt net kennis gemaakt met Kobi. Welke tips zou je ons mee willen geven voor vandaag als wij een rondje gaan maken langs de deelnemers die een bijdrage gaan leveren om van Kobi een nog mooiere vrouw te maken? Nou, als eerste zou ik willen geven als tip, want Kobi, zoals je haar nu ziet, is een hele rode wangen. Ze heeft een hele warme uitstraling. En ik zou dat eigenlijk willen veranderen in een wat koelere uitstraling. Dus ik zou de haarstylistes en de make-up voor straks, zou ik willen zeggen, verander het haar in een koele kleur en een koele make-up. Daarnaast betekent dat dus ook dat we de kleding daarop moeten aanpassen. En dus de kleding moet ook qua kleuren, moet dat ook in koele kleuren zijn. En dan heb je natuurlijk nog allemaal accessoires en leefwijzes. Want jij wou mij ook wat over vragen. Ja, want ik was benieuwd Kobi, we hebben net kennis gemaakt. Maar moeten we ook rekening houden met haar levensstijl, bepaalde manier van kleden als we dadelijk de winkels in gaan? Zeker, want ze heeft Kobi's moeder van 4 kinderen. En de jongste tweeling die is 4. Dus ze moet kleding gaan dragen die lekker hip is en die ook heel comfortabel zit. Zodat ze 's ochtends dat ook uit de kast pakt, omdat ze weet, daar kan ik me in bewegen. Ja. Dus probeer vooral op te letten dat ze bijvoorbeeld een spijkerbroek of iets aan heeft waar wat lekker stretch in zit. Niet de pumpachtige schoenen, maar gewoon een lekkere hippe laars bijvoorbeeld, die makkelijk loopt. En vooral de bovenkleding moet heel soepel zijn. Want je kan je voorstellen met die kinderen, bij dit aan het dragen en de was en de boodschappen en alles, dat moet gewoon heerlijk zitten. Ja. Dus dat is een heel belangrijk ding. Dus een combinatie van comfortabel, maar wel trendy. Precies. Ja.
Want ze vertelde me nu dat ze eigenlijk gewoon elke dag het liefst gewoon een legging uit de kast trekt. Makkelijke schoentjes eronder en het liefst gewoon een lange t-shirt-achtige jurk. Nou, dat zul je zo ook wel zien als we de foto's gaan maken, dat dat echt beter en leuker kan in een hele makkelijke manier. Ja. En wat daarnaast nog heel belangrijk is, is dat we proberen om haar lange lijf, want ze heeft eigenlijk, is ze heel slank, maar ze is groot en lang. En dat we dat lijf proberen te breken, zeg maar, door middel van de kleding, waardoor alles wat meer in balans komt. Dus ja. Ik vind zelf als styliste heel belangrijk dat het ongeacht van je confectiemaat of de mode van dat moment, dat je probeert gewoon een hele basiskleding te hebben waar je je lekker in voelt en waar vooral je persoonlijke uitstraling uitkomt. Ja. Zodat mensen als ze je tegenkomen dat ze eerst jou zien, dat ze straks eerst Kobi zien en dan de kleren en niet andersom. Ja. Nou, wij kunnen wel wat met die tip volgens mij, Barbara. Moet wel lukken zo, denk je. Nou, ja. Zet hem op, dankjewel, zou ik zeggen. Even koken. Oh ja. Lekker foto's maken. Dus ja. Neem je even mee hierheen. Ik duik er gelijk vers in. Ik heb twee lichten neergezet. Eén hoog en één laag. Dat betekent dat deze op je gezicht op je licht is. Onder iets meer licht in je benen. Ja. We gaan even een paar gewone foto's maken. Niet te creatief nog. Omdat we, als je straks klaar bent, de echte foto's gaan maken wat uitgebreider. Ja. En dan kunnen we ook vergelijken. Okay. Je bent natuurlijk al mooi van jezelf. Volgens mij hebben wij de fotoshooting tot zover erop zitten en gaan we naar het volgende adres. Nou Kobi, we zijn al bij Oi Oi Hair & Skin gekomen. Je zit al druk in de stoel voor de kleuring. Gwen, wat gaat er vandaag echt gebeuren met Kobi? Nou, we gaan Kobi inderdaad kleuren en knippen. Ze krijgt ook nog een mooi make-upje zometeen. We zijn begonnen met de basiskleur die hebben we opgezet. En dat gaat een donkere tint worden met daarin zo min mogelijk warmte. Omdat we vinden dat haar gezicht al best wel gekleurd is, gaan we dat juist niet te veel accentueren. Dus houden we de basiskleur rustig. Ja. We gaan met een techniek van polies gaan we op een subtiele manier, wel dat het zichtbaar is, de highlights plaatsen. Zodat het in een natuurlijke valling van het haar dadelijk ook geknipt gaat worden, dat het niet zo opvallend is. En je zegt het van natuurlijk, maar betekent dat ook dat het haar dus niet zo schaatsen? Nee, wij werken inderdaad met het merk Davines. Davines is een Italiaans merk. Davines let bij hun producten heel erg op de samenstelling. Yeah. Ze hebben het, kijk, verving is natuurlijk altijd een chemisch product, maar hebben heel veel voedingsstoffen aan verf toegevoegd, waardoor dat het zacht en mild voor het haar is, maar dat je toch mooie kleuren kunt creëren. Ja. Yeah. Okay. Ja. En wordt het kort? Wat moet je ons voorstellen? Nee, ze heeft aangegeven graag een beetje lengte over te houden. Dus we gaan op een leuke manier met laagjes in het haar werken, waardoor je toch echt wel een verandering zo meteen ziet. Yeah. Onder andere krijgt ze ook een lok, op de, een schuine lok. Geknipt. Ja, geknipt. Ja. Ja, dat het ook een beetje over het gezicht gaat vallen. Okay. En je zei net ook, we gaan een make-upje doen, maar ja, dit is de kapsalon, maar... Ja, wij hebben een heel breed concept. Wij zijn van kappersgevoel ongeveer een jaar geleden veranderd naar Oi Oi. Yeah. Oi Oi Hair & Skin. En nou, de naam zegt het al, wij zijn nu met het haar bezig, maar wij hebben ook een skin-afdeling. Een collega die werkt daar, als schoonheidsspecialiste. En... die heeft verschillende behandelingen, zoals het uiteenlopend van een hot stone massage
tot een bodybehandeling, gezichtsbehandeling. Ja, het is echt heel uitgebreid. We zetten het ook tegenwoordig met gellak nagels. Nou, de make-up uiteraard hoort er ook bij. Dus een mooie visagiehoek hebben we. Waar we dus, ja, dus het is een heel compleet plaatje. Als je wil kun je de hele dag hier je kunt hier de hele dag ontspannen en vertoeven. Nou, ja. Nou, wij hebben niet helaas de hele dag de tijd, Kobi. Dus ja, jammer. We doen een gedeelte, we moeten ook nog shoppen. Maar bedankt. Dus terwijl jouw kleuring intrekt, zijn we van het hergedeelte alvast naar de fysiologie gegaan. Ilse, wat is nou belangrijk? Want ik zie dat jij met de basis bezig bent, met de foundation. Wat is er nou belangrijk als je gewoon van dag tot dag make-up wel wil gebruiken? Maar... Ja, nou, ik heb nu wel voor een hele natuurlijke tint gekozen, omdat het ook in is. Het is niet de bedoeling dat je echt de basis heel erg bruin gaat doen. Gewoon heel neutraal, wat wel echt bij haar huid past. Dus ik heb eerst ook even gekeken wat het beste bij haar huid past. En vervolgens heb ik het met een sponsje opgebracht. Goed verdeeld. En later doe ik ook altijd nog heel even met de vingers alles na. Dat je ook echt alles goed verdeeld hebt. En altijd even afpoederen een klein beetje. En je hoeft niet heel veel te doen. Maar het is gewoon meer vaak vooral als je wat vettere huid hebt. En je gaat dat dan afpoederen. Dan heb je dat minder. Ja, dan heb je toch een natuurlijke uitstraling. Ja, inderdaad. Ja. Oké, en wat ga je verder bij Kobi? Nou, wat ik verder ga doen. Ik wil... De ogen, ze heeft wat diepliggende ogen, dat is verder naar achter. Dus het mag meer naar voren komen. Dus ik werk eigenlijk met twee kleuren. Wat donkerder aan de buitenkant, zodat haar ogen echt goed naar voren komen. Yes. En uiteraard een rouge, waardoor haar gezicht meer gaat spreken. En ik ga gewoon een klosje kiezen. Niet te veel kleur in het gezicht, want ze heeft voor de rest wel gewoon een hele mooie huid. Dus er hoeft niet zo heel veel kleur aan. Soms als iemand echt een heel grauw gezicht heeft, dan ga ik wel heel veel met kleur werken. Maar dat hoeft haar niet. Ook qua oogschaduw kan het vrij... Ja, het kan wel hoor. Het kan wel heel heftig natuurlijk als je meer kleur wil gebruiken. Maar ik vind dat nu, omdat dadelijk de haar allemaal wat meer wordt, vind ik, dan mag de make-up ook wat rustiger. Ja. Dus dat gaan we doen bij haar. Vind je er zelf van? Ja, ik vind het leuk. Ja, ik laat me eigenlijk helemaal verrassen, dus... Ja, nou, dat is het mooiste. Ja. Oké, nou ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Van het fysiologie gedeelte zijn we weer terug naar de kapperstoel. Die ziet er hartstikke mooi uit al, maar we zijn nog niet klaar. Ilse, jij bent begonnen met knippen. Wat ga je doen bij Kobi?
Nou, ik heb gekozen om het haar wel wat langer te laten. Sowieso is dat nu heel erg de trend, het wat langere haar. Dat het echt mooi vrouw, het vrouwelijk accent mag heel erg naar voren komen. Ja. Dus ja, we willen dit, ik heb besloten dit dan wat langer te laten, ook omdat ze wat langer gezicht heeft. Ja. Vind ik dat wel mooier, want als je het kort maakt, dan ja, ook omdat Kobe wat langer is, als in de lengte, yeah, vind ik het mooier om dit dan ook wat langer te laten. En als jij dit kort knipt, dan leg je alleen maar meer accent op de lengte. Dus ik vind het wel mooi om dit zo te knippen. Ze had ook geen pony, dus dat vind ik ook wel leuk om bij haar erin te doen. Juist dat het gezicht weer wat, meer naar voren komt, net zoals met de make-up. Ik vind dat wel heel erg leuk. En dan lekker wat lager erin. Hoe vind je het zelf geworden? Ja, mooi tot nu toe. En de laatste zien we natuurlijk op het laatste gedeelte pas, na de styling. Nou, de kleurspoeling is er nu uit, de make-up is gedaan, je bent begonnen met knippen. Wat volgt er nu nog? Ja, wat, we gaan nu dadelijk stylen. Wij vinden het heel belangrijk als salon zijnde dat we de klanten niet met nat haar de deur uit laten gaan. Dus we gaan dadelijk echt een mooie in model feunen. Eventjes dit wat sluiken, dat hier wat sluiken valt en hier echt wat meer volume. En ja, dat ze echt heel goed gefeund de deur uit gaat. Dat ze net even wat meer heeft dan ze het zelf doet. Ja, dat is echt het idee bij Oi Oi volgens mij ook, toch? Ja, precies. Ja, dat het gewoon echt wel gewoon een mooi gestelde coupe is. Oké, nou spannend. Ilse, zet de feun eens even uit. Dan kunnen we elkaar wat beter verstaan. Ja. En voor de kijkers is dat ook wat beter verstaanbaar. Jij gaat nu Kobe feunen. Heb jij voor Kobe tips voor thuis? Hoe zij haar het beste kan stylen of feunen? En wat waar ze rekening mee moet houden? Wat is belangrijk? Ja, nou, het is heel belangrijk dat je goede producten gebruikt voor het stylen. Ik heb er nou een versteviging in gedaan, zodat je echt volume krijgt. Want dat is wat we bij jou graag willen. Maar ik merkte in het begin dat je haar ook wat pluiziger is. Dus ik heb ook een product erin gedaan dat jouw haar ook minder pluist. Ja. Dus dat heb ik allemaal in nat haar erin gedaan. Ik ga het dadelijk feunen. Het beste is om dat zelf ook te doen. Heel even aandrogen. En dan voor jezelf kun je dan hier en daar, als jij volume wilt, even een borstel erin doen. Waardoor je echt die volume krijgt. Ja. Wil je nou echt heel veel volume overal? Ga je het even lekker overal met de borstel feunen, waardoor je die volume krijgt. En daarna werk ik het af met glans, want dat vind ik wel het mooiste bij jou. En een klein beetje haarlak eronderdoor, waardoor het wel echt een paar uur goed blijft zitten. Okay. Dus dat is mijn tip voor jou thuis. Dankjewel. Ben je handig in feunen zelf, Kobe, thuis of stylen? Redelijk. Maar nou, je kunt wel op met de tips van Ilse. Ja, ik kan er zeker wat mee. Ja, want stel nou dat je het gewoon op wil laten drogen, kan ook. Hè? En dan als het dan droog is, dan duw je even met haarlak eronderdoor. Dan is het ook gewoon goed. Dat is het lekker van dit model wat ik bij jou heb geknipt. Dat je ook echt wat kortere lagen hebt, waardoor je die volume erin hebt. En dan is het heel makkelijk. Nou, hartstikke leuk. Ilse, ik ga jou niet langer van het werk houden. Ik wens je nog heel veel succes bij de finishing touch. Ja, dank je. En we zijn ontzettend benieuwd naar het eindresultaat. Je zult het zo zien. Nou, ik ben hartstikke benieuwd hoe het geworden is. Jo, Barbara, ik kan bijna niet wachten. Nou. Oh, heel zo. Mooi. Zo. Wat een verandering. Ja. Ja, geweldig. Hoe ben je er zelf blij mee? Heel erg blij. Ja? Ik vind het echt heel mooi geworden. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja, dit is echt heel mooi geworden. Goed zo, goed zo. En dan kunnen we nu gaan shoppen. Ja. Maar allereerst, Gwen en Ilse, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. Was leuk, dat was heel mooi. Ja, dankjewel. Zal wel lukken. Goed. Mensen, wij gaan op naar de volgende winkel. Wij gaan naar Via Via op de Kasteellaan. En daar gaan we Kobe heel mooi aankleden. En we zijn erg benieuwd wat ze daar voor haar in gedachten hebben. Kobe en
Barbara, wij gaan naar binnen. En laat ik me een keer als een gentleman gedragen. Ik hou voor jullie de deur open bij Via Via. Dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Leuk dat jullie er zijn in onze winkel. Dankjewel. Goedemiddag. Dit is Kobi. Hoi, Eline. Dag Eline, ik ben Hallo, Bert. Hallo, Eline. Hoi. Nou, we hebben sinds kort dames, dus we gaan denk ik gewoon die kant op om te kijken of jullie of iets leuks voor je kunnen verzinnen. Ja. Oké. Nou, hebben we samen met Christina Verkooten hebben we wat setjes voor je uitgezocht. Dus ik ben benieuwd hoe je erop gaat reageren. Zal ik ze even bijpakken? Ja, leuk. Spannend. Want jullie hebben pas sinds kort dameskleding, ja, toch? Ja, klopt. Sinds een halfjaartje zijn we nu eigenlijk pas zo groot. En hebben we nu dus ook dameskleding erbij. Vorige winkel was alleen heren. Oh, oké. Okay. Dus dat ja, is om nog eventjes voor ons de weg uit te zoeken. Als eerste een super stoere spijkerbroek. Ja, leuk. Die zal je heel erg leuk staan. En de print t-shirts. Wat je ook heel veel op het moment ziet. Ja. En dan een leuk vestje erop. Om het een beetje af te maken. Oké, leuk. Wat is je eerste indruk? Ik zou dit zelf ook wel uitgekozen kunnen hebben. Ja. Oh, dat is wel leuk. Goed om te horen. Ja. En waarom is het nou gekozen? Je zegt print t-shirt. Waarom heb je bewust gekozen voor print? Of omdat het trend is? Ja, omdat je het heel veel ziet. En het is ook net iets meer dan een gewoon t-shirt eigenlijk wat niks op staat. Ja. Dus en vooral voor zo'n jonge vrouw is het natuurlijk super om een beetje mee te gaan met de mode. En toch heel gekleed. Ja, toch heel gekleed. Ja, klopt. En wat ook fijn en makkelijk zit, waar je goed in kan bewegen. Ja. Nou, ik zou zeggen, we gaan even in de kleedkamer. Okay. Ja. Kom maar eens tevoorschijn. Kijk. Tadaa. Wauw. Heel stoer. Heel stoer. Superleuk. Ja. Hoe zit die broek? Heerlijk. Ja. Kan er zit goed ook in een bewegen. Beetje stretch in, dus dat draagt ook heel erg fijn. Ja. En dat t-shirt vind ik zelf ook heel leuk. Ja. Dus kun je eventueel nog het jasje dicht doen, als het kouder wordt. Dat is ook handig. Dan zie je ook nog wat van het t-shirt. Zo. Ja. Ja, super. Leuk. Ja. Dan heb ik nog een ander setje. Die is wat aparter ook. Zal ik die er ook even bij pakken? Ja, oké. Is goed. Oké. Kijk, dit is het tweede setje. Dit is een heel leuk vestje met van die vlindermouwtjes. Oké. Dus dat is ook gelijk weer wat aparter. Ja. En ook weer een mooie jean, vooral voor in het najaar. Ja, mooi donker. Ook weer een mooie pasvorm. Ja. Zit ook weer super. Oké. Mooi. Dat is het ook iets wat jij zelf aan zou... Ja, dit zou ik ook zo uitkiezen inderdaad. Nou, dat is een goed teken. Ja. Ik ga het even aanpassen. Ja, dat is goed. Nou, succes. Dank je. Tadaa. Ja, mooi is die. Super. Ja. Kijk, dan kunnen we nog wel een beetje leuk stylen. En dan is het leukste als deze een beetje... Zo wordt opgebloosd. En die jeans is ook netjes eigenlijk. Ja, die zit kan goed, je hè? Goed, Deze zit hij zeker zit ook super. Hij zit net zo lekker als die andere, Kijk, en dan kun je het een beetje versieren. Met een leuk riempje. En zo niet strak? Nee. Ja, heel mooi. Ja, dat is net wat apart zo, ja, hè? Ja, ik vind het vestje bijzonder. Heel bijzonder, mooi hoor. Het is anders dan anders. Ja. 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 Dat is toch ook wel een beetje de bedoeling met een metamorfose, toch? Ja. Ja, maar het moet toch wel bij jou passen? Ja, 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 nee, dat klopt. Zeker. Het zit ook erg lekker. Ja. En ik begrijp dat voor jou, belangrijk is dat je er goed in kunt bewegen. Ja. Ja. Dan kan met deze prima. Ja. Ruimte zat. Kijk, er zit super leuk. Twee keer Verschillende centuurtjes. Hoe vind je het zelf? Ja, ik vind het leuk. Goed, hè? Dat heb je goed gedaan. Ja. 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 Ja, ik vind het zelf ook leuk. Ja. Nu nog voelen? Ja. Ik hoop, en gaan we dan nu via op de blote voeten naar Christiane? Nou, als je het niet erg vindt, doe ik wel mijn schoenen aan. Oh ja, dat is goed. Ja, prima.